Hier gebeurt alles wat je nodig hebt om melk te produceren. Het gras groeit door het water wat we hebben gehad, door de zon. We proberen allemaal samenwerkingen te maken tussen de klaaps en de gras en de kruiden. En die koeien die eten dat en die maken daar melk van. En dat doen ze dag en nacht. Kom op, hela dames, melken maar. Ja, welkom in Rotsdergaast. Ik ben Bart Lotrop. Je bent hier op een melkveehouderijbedrijf, een biologisch melkveehouderijbedrijf. We hebben nu 75 koeien, die weiden we dag en nacht op ongeveer 40 hectare. In 2017 hebben we al een keer geprobeerd om de kalfjes bij de koe te houden. Maar dan niet gewoon met de melkvee koeien mee, maar om bijvoorbeeld 3 kalfjes bij een pleegmoeder te plaatsen. En op zich was dat wel heel handig, want we hadden er weinig werk van en de kalfjes die groeiden op zich wel prima. Maar ze werden zo ongelooflijk wild dat het gewoon niet realistisch was om daarna nog weer met die dieren te werken. Wat we nu anders doen dan in 2017 is dat we nu het kalf bij de eigen moeder laten lopen. Maar ook alleen maar de dieren die we houden. Dus de stiertjes die ertussen zitten of de kalfjes die wij niet goed genoeg vinden voor onze boerderij. Die worden na 2 weken wel verkocht op de markt. Dus alleen de dieren die wij houden, die mogen heel lang bij hun moeder lopen. Maar de dieren die weggaan, die gaan na 2 weken wel echt naar de markt om daar vervolgens naar een andere boer toe te gaan. Eigenlijk gaat het heel goed met de kalfjes die buiten geboren worden. Dus alle kalfjes die van oktober geboren worden in het weiland met hun moeder mee kunnen, gaat dat heel goed. Alle kalfjes die in de winter geboren worden in de stal, want in de winter kunnen de koeien gewoon niet naar buiten. Dat gaat niet goed. De stal is gewoon te gevaarlijk. Er staan roosterschuiven waar ze hun benen in kunnen krijgen. Er zijn te veel dieren op een kleinere plek dan in een weiland. Nou, dus daar lukt het gewoon nog niet. Wat wij vinden is dan dat we best een goede tussenweg hebben gevonden in de dieren die hier blijven dan zo gelukkig mogelijk maken. Maar dat gaat wel iets ten koste van de kalfjes die dan wel na 2 weken weg moeten. Dus voor ons op dit moment de beste tussenweg. En we zijn aan het experimenteren. Dus het mag eigenlijk nog geen naam hebben. Maar misschien dat we over 10 jaar het juiste antwoord hebben. Wat mij opvalt aan de kalfjes die wel bij de moeder mogen lopen, die zijn ongelooflijk gelukkig. Die zien we 's ochtends vroeg door de weilanden heen rennen, racen. Blij zijn, met iedereen contact maken, met alle andere koeien contact maken, ahoeren, het gevoel hebben dat ze erbij horen. En wat heb ik daaraan? Nou, ik word daar eigenlijk ook wel heel erg blij van. De andere kant is dat ik er heel weinig werk van heb, want de kalfjes die drinken zelf, die worden goed schoongemaakt door de moeder. Die krijgt alle zorg die ze nodig heeft. Het enige nadeel is, ja, de moeder geeft veel melk aan het kalf, dus ik kan minder melk verkopen. De andere kant is, de kalfjes groeien zo goed, en worden nooit ziek, dat ik hoop dat we daarmee ook het potentieel uit het dier halen. Doordat het dier zo'n goede jeugd heeft gehad, hopen we ook dat het een sterke, gezonde, blije, volwassen koe wordt. Nou ja, en mocht je als boer kijken en het belangrijk vinden, de kalfjes die wij wegdoen naar de veehandelaar, die vervolgens naar de andere boer gaan, daar krijgen we echt wel serieus meer geld voor. Dus ik denk niet zozeer dat het voor die dieren werkelijk duurder is om de kalfjes bij de moeder te houden. Hetgene wat ik aan zou raden aan boeren is, wees vooral bezig met de dingen die jij leuk vindt. Gewoon lekker doen wat je zelf wil. En vooral wel de dingen doen waar jij gelukkig van wordt. En niet denken van dat een ander, omdat het van een ander moet. Nee, als jij denkt van cool, leuk, heb er een goed gevoel bij, lekker beginnen.